Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 28 april. Kijk. Hey. Hi. Hi. En wat ben jij allemaal aan het doen? Ik ben met mijn benenwagen bezig. Oh, kijk, dat is mooi. Even in elkaar. Ja. Dat is een wagen van de zaak. Zou je er mee zijn? Oh, die. Ja. Dat is mooi. En ik zou zeggen heel veel kijkplezier. Ik ga jullie gewoon weer even lekker meenemen. Met de vlogcamera zelf. En de GoPro heb ik hier ook op. Dus ik ga jullie gewoon even vastzetten hier ook. Op mijn leuke, mooie iets. En dan moet ik wel doen wat ik wil. Ja, ja. Precies. Dan moet ik wel doen wat ik wil. Ook zoiets. Maar ja, omdat het niet altijd wil, ja, dan heb je gewoon weer vaak even zo'n klein probleempje. Ja. Maar we gaan het gewoon doen. Kijk. Zo. We komen er wel. Oh ja. De vloggers die komen overal, toch? Ja, toch niet dan? Nou, ik ga even achter de postbode aan. Ja. Kijk, en daar hebben we de postbode alweer. Ja, vloggen gewoon met je eigen vlogcamera. Als GoPro, dus ik heb er nou twee. Alles goed, meneer de postbode? Ja, dat is heel mooi. Dat moet je zo lang lopen zonder post, dat zit je toch? Nee, niet. Ik wou wat doen, maar het wou even niet wat ik wou. Nee, precies. Zo. Weer even het karretje meejatten. Tot hoever ik kom, weet ik niet, maar oké. Okay. En hier mag je weer even zelf doen. Maar er zit ook wat in de lucht. Ja, dikke bron. Ja, en dat ding dat piept nogal, dat weten we. En ik red dat niet, nee. En voor de rest neem ik jullie straks mee bij onze wekelijkse bezoek aan de Jumbo. Zo, het is een beetje donker, maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Nee, maakt helemaal niet uit. Wil je open?
grote meid van mij. Ja. Dus is een hele grote meid. Ja. Kom. Kom. Ja, kom. Oh. Ga mee. Ja, kom maar. Kom eens hier, schatje. Dit zit toch ook niet? Nee. Zo. Ja, nou wel weer, hè. Ja. Ik heb deze nou standaard om. Ideaal. Ja. Ik heb hier ook allemaal dingetjes op. En dan gaan we Roderick ophalen. Ja. Ook makkelijk. Ideaal. Ga mee. Dames van het goede leven, kom maar. Hold. Ja. Dames van het goede leven, hè. Ja. Kijk eens hoe mooi groen. Kijk, deze is nog niet helemaal begroeid. Die ook niet. Maar over het algemeen. Eigenlijk alles weer een beetje mooi begroeid. Kom, schatje. Maar we zijn dus bij de Jumbo geweest. We hebben weer gescoord. Ja. Alleen geen Mona Pudding toetjes. Maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Nee hoor. Maakt helemaal niet uit. Nee, maar we hebben wel weer andere lekkere dingen gescoord. Kijk, daar gaat het om. Ja, toch? Dacht ik wel. Dat dacht ik. Dus, Roderick, zien jullie straks weer. Ja, ik heb vandaag dus Lovely gewogen. Wat denken jullie wat zij weegt vandaag? Ja. Wat denken jullie hoeveel Lovely nu weegt? Zij is dus vandaag een half jaar en 5 dagen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja, een half jaar en 5 dagen. Wat denken jullie hoeveel zij dus nu op dit moment weegt vandaag? Als jullie deze zien, dan is het weer overmorgen. Morgen, overmorgen. Ja, overmorgen. Dus dan is dat maandag, zien jullie deze. Ja. Dus wat denken jullie dat ze weegt? Ik zou zeggen, laatste vier even doen. Ben je nog niet erg geabonneerd? Schrijf dan ook even. Schappig. Ja. Waar gaan we naartoe? Naar Max, hè? Ja, maar we gaan niet nou het park in. Geen zin in. Nee. Wil je mee? Meisje, kom maar. Alleen dat vind ik wel jammer. Van deze heupgordel. Kijk, dat zal ik even laten zien. Als ik kijk, dan gaat dit nog wel eens hier ook. En dan, ja. Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Maar. Dan kan ze moeilijk hier ook ieder één doen, want dat werkt niet. Maar ik kan ze wel aan één doen. Aan één tuig. Aan één lijn bedoel ik. Heb ik ook niet dit, maar ik vind het wel soms fijn en dat ze gewoon lekker hun eigen weg een beetje kunnen gaan. Kijk eens hoeveel kracht ze zo meteen heeft. Hè. Ze vindt het ook geweldig, heerlijk. Ze trekt nogal hoor. Kom, dame. Kom.
Hold, zitten. Allebei. Zitten. Eén. Lof, zitten. Zitten. Keurig. Kom maar. Over. Goed zo. Waar is Roderick met Max? Waar is Roderick? Ja, waar is Ro? Met Max, waar is die? Is er nog niet, hè? Nee. Is er nog niet? Nee. Is ook niet grappig, hè? Nee. Wij moeten maar weer wachten, hè? Op die heren. Op de heren moeten maar wij weer wachten. Ja. Dat is niet grappig. Nee. Dan gaan wij wachten. Ja. Inderdaad. Even kijken waar ze zo meteen zijn. En als ze er zo meteen aankomen, dan gaan wij gewoon weer verder met filmen. Ja. Inderdaad. Zo blij is Lovely dus, als ze Max ziet. Die gaat trekken als de malle. Nee, we gaan niet Marlotte in. Nee. Nou staat dat er eens een keertje vast hoe erg jij trekt. En dit doet ze dus ook gewoon aan de normale lijn. Dus dan is het alleen maar terugtrekken, terugtrekken, terugtrekken. En wat ik ook doe met zitten en dan weer doorgaan en dan weer zitten, dat werkt niet bij haar. Kom, deze kant op. Kom. Links, kom. Links, kom. Ga niet Marlot in. Nee. En dan is het hier alweer een stukje rustiger. Zodra ik eigenlijk hier loop, is het van, hé, hey, we gaan Marlot in. Ja, mis. Jo. Hi. Hi. Alles goed? Nee, niet alles. Wat zeg je? Niet alles is goed. Want? Nog geen sneeuw in de zomer. Het is lekker weer, vogeltjes fluiten, regent niet. Max heeft net gezien. Max! Hier. Max! Zo! Kom hier, Max. Die en die tuig is kapot. Zo, wat is er nou voor losgeschoten van die tuig? Heb jij weer ook, heb hè? Heb ik dat weer, ja. Heb jij weer. Dan maar eventjes aan de zijkant. Maar Ro, die begreep hem niet. Aan de zijkant. Nee. Ja. Geef hem dan even aan mij en ja, dat dingetje zo. Vinden. Zo, zeg ik. Even als je hem hebt. Eerst even vinden. Zeg ik. Als je hem vindt. Als je hem hebt. Dan zo. Gevonden hebt. Gevonden hebt. Nee. Hebt gevonden. Hier. Hetzelfde materiaal. Dan vind je dat niet. Wat schoot er nou net los? Nou, dit zit dus aan dat tuig vast, zeg maar, met een naad. Ja. En die naad is losgeschoten, dus dat is een beetje jammer. Nee hoor, het is schoonmaken. Kijk, ja. Dat is dus de action, hè? Kom, meisje. Kom, kom. Ja, kom, kom. Los, kom. Lovely, kom. Nee. Schatje, kom. Goed zo. Hey kind. Hey. Dat is een camera, ja. Dat is een camera, Max. Dat is een camera. Ja. Dat is een camera, ja. Hè? Ja, camera. Camera B is wat anders. Wat? Kamer B is wat anders dan kamer A. Oh, kamer B, ja ja. Ken ik dat? Nee.
En anders bij René even dus een stevige tuig gaan aanschaffen. Ja. Bij onze René. Zo'n dierengrucht. Ja. Nee. Hi schatje. Hi. Hi vriendelijke vriend. Hi. Alles goed vriendelijke vriend? Bijna. Ja? Dingetjes niet helemaal. Nee, maar die kan ik altijd van de week even maken. Oh, oké. Okay, en we hebben namens dus een noodoplossing, want normaal dan hebben we deze, kijk. Deze zit nu dus eigenlijk aan Max zijn tuig vast. Ja. Kijk, en die zit daar aan vast, dus we hebben hem eventjes omgezwitst. Het is niet echt ideaal, maar oké, okay, maakt niet uit. Goed. Scheelt weer. Ja, dat scheelt inderdaad, ja. Maar hoe was het postlopen, by the way? Nou, het kon beter natuurlijk. Vertel. Het zat een beetje door elkaar heen. Ja. Plus een aantal poststukken voor hele andere wijken / steden. Zoals welke? Doe die gewoon lekker bij waar het hoort, maar ja. Geef ze dan aan mij mee. Dus ik moet dan weer een sticker opplakken, naar het goede adres sturen. Mm-hmm. Dus dan krijgen die mensen het dinsdag, dus hooguit of vroegst. Of een woensdag. Vandaan. Ja. Ik denk van nou, als ik het meteen eventjes eruit pak, dat scheelt weer ten eerste in de transportkosten. Ik hoef het dan niet meer te doen, dat scheelt mij weer tijd. Het hoeft niet een keer door, nog een keer door de sorteermachine en uiteindelijk krijgen de mensen mooi. Dus dat zou een hoop kosten besparen, maar helaas. Ja, helaas pindakaas. Ja, pindakaas. Nou, ik heb net al de mensen gevraagd van hoe zwaar ze denken en dat Lofli is. Dus we merken het vanzelf wel onder in de comments. Ja, toch? Als ik je nou los zou laten, en dan zou je ze in het water gaan drijven. Drijvende eenden. Huh? Drijvende eenden. Ja, echt hè? Drijven die eenden of drijft Lofie er nou? Kom maar. Nou, ik vind het wel heel mooi hoor, gemaakt dit eraf. Ja. Niet op het nieuwe gras, nee. Niet op het nieuwe gras. En ze maken hier een bende ervan. Dan hebben ze hier een familiedag gehad hier in het park. Maar niet even alles netjes opruimen. Net nieuw gras. Net nieuw gras inderdaad. Dit is echt nieuw. Je ziet gewoon nog die stroken. Het is 4 dagen, 5 dagen. Ja, zo ongeveer. Hoe gaat je? Nu al. En nu, kijk, want dit was allemaal modder. Nee, we gaan nou niet op het nieuwe gras. Geen zin in, nee. Kijk, en nu liggen er allemaal al zwerfafval. Jongens, nog aan toe. Kom hier ook, kijk dan. Dit is toch niet netjes? Los. Kijk. Ik vind dit niet netjes, maar ik vind het wel netjes gemaakt hier, het gras. Overigens. En de eendjes kunnen hier nu ook lekker broeden, lekker warm liggen. Ja, neem je gewoon lekker mee. Kom. Kijk, maar het scheelt ook niet meer veel, hè? Ja, hè? Daar wordt de hoogvliet, de achterkant, kijk, ik ga even inzoomen. Nee, kijk, gras af. Kijk, dat zeg ik, ik wil hun ook niet op dat gras hebben. Oh, ik wil dat nog niet hebben, op dat nieuwe gras. Ik wil dat nog niet hebben. Daarom hou ik ze ook daar weg, schat. Ja. Daarom hou ik ze ook weg. Ja.
Ja, maar dat doe jij niet. Nee, ik doe niks, hè. Hè? Je zegt er ook niks over. Nee, omdat je dat zelf moet gaan leren. Ja, nou. Je ziet toch mij dat en dat ik ze daar weghaal? Nee. Nou, kom. Nee. Hè? Ja, maar ik hou ze daar wel weg bij dat gras. Ik wil dat niet hebben nog. Dat gras moet eerst hechten. Nee. Of dacht je al dat het was echt gehecht? Ja, dat dacht ik. Zo snel gaat dat niet hoor. Nee? Nee. Ja, dat weet ik niet. Oh, oh, oh. Mannen. Snappen er echt helemaal geen ene bal van. Ja, hallo. Rood, dat ken je wel. Als jij het zegt, prima. Lekker pu. Je kan het wel, ja. Oh, ik kan nooit wat. Nee, niet. Ik kan niks, ik doe niks, ik wil niks. Oh. Doe nooit wat, hè? Nee. Ik sla me alleen maar. Ja. Heb je pijn? Heb je pijn? Ja, heel bobbel. Ja. Heerlijk. Kijk, nee, wat krijgen we ervan? Wat krijgen we dit ervan? Die meeuwen denken dus en dat dat eten is. Want dat is gewoon een plastic tasje. Maar hun weten niet beter. Ja! Bij achter van mij vandaan. Kom. Kom maar. Kom. Dan gaan we normaal. Is dit dus de windsluis waar we dus nu onder lopen? Nee. Wel, de windsluis. Oh ja, wie wil de fitnessen? Dat kan. Gratis. Gratis fitness voor 16,95 euro. Fit for free, ja. Fit for free. Precies. Nou, dan hebben we daar Picobello. We hebben daar het kippenhok en we hebben daar Jack Snack. Ja. Dus wie er wat wil eten, kan hier al aan het kleine loo. Aan het kleine loo. Kom, dames. Ja. Kom maar. Nee. Kom, je lijn schat. Kom. Goed zo. Oh ja, vind jij trouwens ook een heel goed plan, zo, goedemorgen, om het dus aan de kinderen te vragen, welk onderwerp wij kunnen gaan vloggen? Ja, een heel goed plan. Ga jij dat dan ook even? Niet zelf te verzinnen, we vragen gewoon aan de kijkers thuis. Nee, aan de schoolkinderen. Schoolkinderen, kijkers thuis. Als ik zeg, kinderen op school, wat is dat dan? Is dat dan de kijkersvraag? Nee, dat is kinderen op school. Dus... Zou jij het ook aan jouw klas willen voorstellen, vragen? Ja. Wat wij kunnen gaan vloggen. En als ze willen weten welke vlogkanaal, kun je dat gewoon zeggen. Okay. Want dat vinden ze leuk om, dus wat je ook zou kunnen doen, want dat heb ik ook gedaan voor jou, bij jouw klas. Ja. Dat is dus jouw vragen stellen van, nou... Wat wil je er van de meester weten? Ja. Nou, een meester vlogt samen met juf Karin. Ja, vaak wel. Vaak wel. Ja. En hebben wij een relatie? Nee. Maar ik noem hem wel gewoon schat, want dat vind ik leuk. Ja. Want dat is gewoon haar stopwoordje, schat. Want iedereen noemt elkaar hier schat. Ja, precies. Maar even serieus. Ja. Dat is mooi. De vraag aan de kinderen op school. Nee, dat is gewoon normaal als je dus weer op school bent. School bent, oké. Okay. Als je dus weer op school bent, ja. Vragen van wat wij moeten gaan vloggen. Over welke onderwerpen, et cetera. Okay.
Dat lijkt me een goed plan. Ja. En als je dus weer op school bent, laat de kinderen jouw vragen stellen. Is goed. En zo leer je ook dus kinderen kennen. Ja, wat voor vragen te stellen. Ja, oh. En ook even van... ik ben donker. Ja, dat ben ik weer. Dus even serieus en niet iedere keer die geintjes eroverheen als je wil, dankjewel. Ja? Oké. Dat is fijn. Goed zo, je luistert nog eens een keer tenminste. Kijk, deze meester luistert en naar de juf. Kijk, dat is leuk hè? Kijk. Want kijk, ik geef hem ook gewoon een tik hoor. Kijk, hier ook. Vind ik leuk. Ja, nee, grappig. Ik ben getikt. Ja. Nee, maar even serieus. Ja. Als jij weer voor de klas staat. Ja, na de vakantie. Na de vakantie is het gewoon leuk om dus de kinderen aan jou de vragen te stellen. Om zo kunnen ook de kinderen jou beter leren kennen. Dat kan. En dan ook de vlogkanaal van mij door te geven. Dat is leuk. Dat kan. Had je nog visitekaartjes? Nee, die heb ik niet, maar je kan wel mijn naam op het bord schrijven. Oké, dat is goed. Doen we dat. Want dan kunnen ze mij vinden op YouTube. Kijk. Dus. Hele goeie. Doen we dat. Doe ik. Daarom. Kom maar. Nou, bij deze wil ik eigenlijk heel graag mijn vlog afsluiten. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer niet op mijn kanaal. Dat kan hieronder, op het rode knopje. En doe het belletje, want dan blijf je sowieso op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. En dan... En ben je een nieuwe sub, laat het dan ook even weten. Dan ga ik ook weer even terug suppen. Ja. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Doei, laters!